Jij bent zo chill. Hele volgende ding. Heel de winkels gaat leeg gekocht. Heel de winkels gaan leeg gekocht. Maar vier dingetjes. Isa heeft van alles gekocht. En wij allemaal een pleeghapje. We hebben een hele leuke dag gehad. Maar het is echt broodje heet. En ik ben niet kaal, maar ik heb een knop op mijn hoofd. En we gaan nu de boot terug. Het is warm. Rango Calle Albani. Iedereen wil hier foto's maken, dus je loopt eigenlijk door iedereen heen hier ook. En het is zo druk. En dit is dan nog, hoe laat is het nu? Is het 19:30? Ja, half. Het is nu 19:30 in de avond. Dus het is nu nog rustdag voor Venetië. En jurkje dat ik aan heb? Iets van de Zara kinderen. Echt super schattig. Zara, 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 everywhere staan we nu. We hebben nu, oh, die jongens hebben haast. Maar we gaan nu weer lekker met de boot terug en daar gaan we denk ik nog lekker ijsje halen. En dan morgen is het, zeg maar, de laatste echte dag van Miel en mij. Want vrijdagmiddag vliegen wij terug naar huisje. Maar ik heb ook wel weer zin om in mijn eigen bed te slapen, want ik heb echt rugpijn. Niet normaal, hè? Echt niet normaal. Hey, Is. Echt niet normaal. Goedemorgen. Het is vandaag... wat is het vandaag? Donderdag. En het is vandaag de laatste echte dag van Miel en mij. Dit is trouwens het zwembad. Maar we gaan nu naar het strand. Maar dit is de laatste echte dag. Morgen om 11:30 vliegen wij terug. Dus dit is onze hele dag nog, zeg maar. Vanavond gaan we uit eten. Want mijn opa en oma zijn gisteren ook gekomen. Dus gaan we gezellig met z'n allen uit eten. Want we zijn hier ook met mijn oom en tante, mijn nichtjes en neefjes, mijn ouders en mijn broertje. Gisteren waren we natuurlijk naar Venetië geweest, super gezellig. Had ik ook een stukje gefilmd, volgens mij niet heel erg veel. Want het was gewoon heel erg gezellig met vieren. Dat ik eigenlijk niet echt de tijd had of zo om te filmen. Dit bandje die ik in mijn haar heb is van de H&M, maar hij schuift de hele tijd naar achter. Maar, oh, die hoort me nu waarschijnlijk niet. Ik had een bubbelbad soort aan. Mijn ouders lopen daarachter. En Sam en Milan lopen al hiervoor. Even kijken waar ze zijn. En je moet zeg maar dit open doen met zo'n... Oh, oh, ja, hij ging weer bijna dicht. Maar je moet hem open doen met zo'n mandje. Even kijken waar de mannen zijn. Zullen we hier naar beneden? Ja, we kunnen hier naar beneden. Het is zo warm en benauwd. We gaan eerst lekker op het strand liggen en vanmiddag gaan we naar het zwembad. En lekker bruin worden. En, oh mijn god, vandaag komt ook mijn video online van waar ik mijn zomer klaarmaak, zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en jullie zitten te kijken wat ik aan het doen ben. Maar ik mag hem niet filmen. Ja, ik ben Ja,
Ja, nee, dat is niet. Wij zijn net heerlijk. Oh, mijn knotje lijkt echt een kale vogel, lijkt ik wel. Maar we zijn net heerlijk uit eten geweest met z'n allen. En Isa en ik lopen nu over het strand, want we gaan even een foto maken. Als dat lukt. Ja. En daarna ga ik samen met Miu even onze koffers inpakken, zodat we dat morgenochtend niet hoeven te doen. Maar we gaan hier al om 9 uur weg of zo. Volgens mij zijn de vlogs echt super kort geworden. Maar dat komt ook als ik op het strand ben of bij het zwembad. Oh, sorry. Bij het strand of zwembad loop ik niet de hele tijd met mijn camera in mijn handen. Of naar het strand meenemen is ook een beetje tricky. Want ik heb ook kleine nichtjes en neefjes. En die vinden het ook wel eens leuk om met zand te gooien. Als er allemaal zand in mijn tas zit, komt dat ook bij mijn camera. Dus ik heb eigenlijk bijna nooit mijn camera meegenomen of zo. Maar het meeste was er al gefilmd is met de GoPro. Maar wij hopen dat het wel een beetje leuk is geworden. Ja. Zit er nou een... Er zit geen trappetje bij, hè? Jawel. Of wel? Je moet er wel ergens op. Nou, ik zie nog geen trappetje. Eigenlijk. Oh, jongens. Het lopen in zand is zo zwaar en vermoeiend. Maar kijk even de achtergrond. How pretty it is. Het zou wel snel zijn. Ja. Jammer dat dat het verbouwd is. Ja, die toren, hè? Ja. Maar het lopen is zo mokermoeilijk. En morgen, als we aankomen in Nederland, regent het. En eigenlijk vind ik dat best wel lekker, want het is hier zo bloedje heet geweest elke keer. Dat ik wel een beetje verlang naar regen eigenlijk. Maar waarschijnlijk als ik morgen in Nederland ben en het regent, ga ik weer lopen zeiken dat het regent. Dus oké. En, echt super stom. Vandaag kwam de Love Stories x H&M collectie uit. En ik ging eerst om 12 uur 's nachts zat ik te wachten en te wachten tot het kwam. En het kwam er niet gisteravond, vannacht zeg maar om 12 uur. Dus ik op Instagram kijken en toen stond er dat ze het om 8 uur vanmorgen erop gingen zetten. Dus ik dacht, nou oké, dan ga ik wel morgenochtend, weet je. Sorry, ik moet echt bij het adem. Maar ik werd toevallig 7:15 wakker. Dus ik alvast op H&M site kijken, alles uitverkocht. Terwijl ze alles pas om 8 uur erop zou zetten. Nou, Stacey Flickers. Dat is toch niet normaal? Oké, er is geen trappies. What the fuck? Oh, dat is zo'n lachertje. Kan het niet naar mij? Ik zou het niet proberen. Waar gaan we dan een foto maken? Moet het wel snel zijn, want die achtergrond gaat echt wel. Ja, oké, we gaan een foto maken. Doei. Vlog geworden volgens mij, denk ik. Althans, mijn haar ziet er ook echt mega rommelig uit. Maar ik zal het allemaal even uitleggen. Ik heb even wat te drinken erbij. Ik heb cola neergezet, ja. Ik ga even zitten en ik ga het even uitleggen. Vanmorgen om 9 uur vlogen... Oh, even neerzetten. Vanmorgen om 9 uur vlogen Milan en ik terug. Of althans, om 9 uur gingen we weg. We vlogen... Om 11:30 of zo, maar we hadden uiteindelijk vertraging, dus we vlogen om 12:30. Vlogen we terug naar Nederland. De vakantie zit erop, helaas, maar goed. Wat ik ook al in deze vlog... Oh my god, Oké, vertel ik. Eerder in deze vlog had ik volgens mij al verteld van het Love Stories verhaal. Dat het om 8 uur online zou komen. 7:15 was alles uitverkocht. Ik helemaal balen, want ik was natuurlijk op vakantie. En er was geen H&M in de buurt, dus ik kon ook niet naar de H&M. En toen op United Wardrobe had ik een paar posters geplaatst. Ik zal het even laten zien. Even kijken, mijn kledingkast. Waar staat dat? Ik ben er niet zo heel goed in. Had ik een paar posters geplaatst. Want heel veel mensen kopen dit soort dingen natuurlijk in. En die verkopen dat voor meer. Dus ik had die kimono, pyjama, 2 BH's en nog eentje erop gezet. En er hadden best wel veel meisjes op gereageerd. Van ik heb die en die. Maar
ik weet niet, toch vond ik het wel een beetje om dan van iemand anders te kopen. Misschien is dit wel aardig, wat weet je, ik vind het gewoon een beetje smerig. En toen was er dus één meisje en die stond in de H&M en die wilde dat voor me kopen. En dan zou ik wel dubbele moeten betalen, dus dan voor 2 BH's in plaats van 20 euro per stuk zou ik er 2 voor 64. Nou, dat is dus niet dubbele, maar wel extra moeten betalen. Dus ik vroeg van, welke H&M ben jij? Want ze stuurde ook een foto dat er super veel hing nog. Zegt ze Den Haag. En ik woon natuurlijk in Den Haag. Dus ik kwam, Mieuws vader had ze opgehaald van het vliegveld. Ik kwam thuis gelijk scooter gepakt naar Den Haag gereden. En er hing inderdaad nog super veel. Dus ik heb heel veel leuke dingetjes gekocht daar. Maar ik heb op vakantie ook wat mooie en leuke items gekocht. Ik heb nog wat truien besteld bij de H&M. Dus eigenlijk wil ik daarop wachten en dan aankomende donderdag een video online zetten met een, ja, een shoplog waar ik alles in laat zien. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga het nu nog niet laten zien. Maar ik was zo blij dat ik dit heb kunnen scoren nog. Dus daar was ik echt die kimono hadden ze helaas niet meer. Ik wilde die zo graag. Maar die hadden ze niet meer. Maar ja, het was ook wel zo verwacht. Ik had überhaupt niet verwacht dat ze nog zoveel zouden hebben in Den Haag. Maar dat hadden ze dus wel. Dus aankomende donderdag kom met de dingetjes van vakantie en deze love stories dingen en nog trui van H&M. Komt er een shoplog online, dus ben je daar nou benieuwd naar donderdag 4 uur. Ik heb echt een hele leuke vakantie gehad. Ik heb de vlogs nog niet bewerkt, want ik heb mijn laptop niet meegenomen op vakantie. Ik weet natuurlijk niet hoe lang de vlogs zijn geworden. Ik denk dat ze maar rond de 6 à 7 minuten zullen worden. Als het langer is, alleen maar beter. Maar ik weet natuurlijk niet. Maar ik heb gewoon heel erg van mijn vakantie genoten. En gewoon gezellig met mijn familie en Milan en mijn ouders en zo natuurlijk. En het was gewoon super gezellig. En dan pak ik niet steeds de camera erbij. Omdat niet iedereen op de camera op de vlog wil. Als ik over 2 maanden naar Ibiza ga, ga ik natuurlijk 3 dagen met Jane naar Ibiza. Dan ga ik echt proberen heel veel te filmen. Jane wil zelf natuurlijk ook op de film. Dat vindt hij niet erg. Maar nu was het gewoon allemaal wat lastiger. Maar ik hoop dat ik toch leuke dingetjes heb kunnen filmen. Ik heb ook volgens mij wel een aantal dingetjes onder water en zo gefilmd. Maar ik heb gewoon heel erg genoten van de vakantie. En daardoor ook niet heel erg veel mijn camera erbij gepakt. Maar ik hoop dat jullie het alsnog een hele leuke weekvlog vonden. Ik hoop dat jullie ook uitkijken naar alle andere vakantievlogs die er aan... Zei ik nou weekvlog daarnet? Ja, ik bedoel dat jullie het een hele leuke vakantievlog vonden. Ik hoop dat jullie ook uitkijken naar alle vakantievlogs die er nog aan gaan mogen komen. Natuurlijk over 2 maanden naar Ibiza. Maar ja, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Dat jullie donderdag gaan kijken naar mijn shoplog. Daar ben ik zelf heel erg excited over. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!